Het is misschien cliché, maar echte schoonheid zit van binnen. Niemand is perfect en we hebben allemaal onze onzekerheden en imperfecties. Maar mooi zijn begint met je goed te voelen over jezelf. In deze portrettenserie ga ik in gesprek met verschillende mensen die trots zijn op hun perfecte imperfecties. Hi, ik ben Alicia Lok, ik ben 28 jaar oud en mijn perfecte imperfectie is de acne in mijn gezicht. Het houdt in dat ik bultjes en pukkeltjes op mijn gezicht heb. Hoe is het voor jou om deze perfecte imperfectie te hebben? Inmiddels heb ik het volledig geaccepteerd en mag het er zijn zoals het er is. Hoe lang heb je het al? Inmiddels een paar jaar nadat ik gestopt ben met de hormonale anticonceptie. En toen is het flink teruggekomen. En het komt met vlagen. De ene keer gaat het beter dan de andere keer. En voor nu is het wat het is. Hoe was het voor jou om hiermee op te groeien? Als puber sowieso wel lastig. Je wil voldoen aan het perfecte plaatje. En zeker als je dan struggelt met je zelfvertrouwen, is dat wel een dingetje. Maar inmiddels heb ik wel een weg daarin weten te vinden. Hoe heb je daarin dan je weg weten te vinden? Met vallen en opstaan. Vooral door inmiddels heel veel liefde aan mezelf te geven en accepteren zoals je bent. En dat je ook goed genoeg bent zoals je bent. Wanneer dacht je van, nu is het klaar, ik mag gewoon mezelf laten zien? Dat was eigenlijk afgelopen november, nadat ik een fotoshoot heb gedaan voor mijn eigen sieradenlijn. Op die foto's waren al mijn imperfecties te zien, maar ik voelde me zo ontzettend zelfverzekerd dat ik dacht, wauw, dit ben ik gewoon en dit is goed. Heb je wel nog momenten dat je onzeker bent? Als je toch weer in de valkuil trapt om jezelf te vergelijken met anderen. En ik weet inmiddels dat ik dat niet moet doen. Omdat ik dan inderdaad weer de verkeerde kant op ga en te hard ben voor mezelf. Want uiteindelijk zijn we allemaal mensen en is de buitenkant ook maar de buitenkant. En is de binnenkant alsnog veel belangrijker hoe je bent als persoon. Wat betekent schoonheid voor jou? Ik heb jarenlang gedacht dat schoonheid voor mij zou zijn dat ik aan het maatschappelijke ideaalbeeld moest voldoen. Maar inmiddels ben ik er wel achter dat dat niet het geval is. Ik wil gewoon mezelf zijn en mezelf accepteren zoals ik ben. En dat is voor mij schoonheid. En wat betekent lekker in je vel zitten voor jou? Dat ik kan zijn wie ik ben. En met alle imperfecties. En dat dat goed is.